En we zijn weer terug bij het Mediapark Jaarcongres, waar we vandaag ook alle hoofden nieuwe media van de omroepen voorleggen. Wat is nou eigenlijk de toekomst en waar gaat het naartoe? Op dit moment Lara Ankersmit, hoofd nieuwe media bij de NOS. Wat doet het hoofd nieuwe media bij de NOS? Als hoofd nieuwe media ben ik vooral verantwoordelijk voor alles wat we op het gebied van digitaal doen. Dus de websites, de connected TV's, de mobiel, de apps. Eigenlijk alles wat niet zozeer televisie of radio is, maar wat we in het digitale domein produceren. Is dat een grote afdeling met wie jullie werken? Dat valt op zich wel mee. Ik werk met 8 mensen en nog een wat flexibele schil van freelancers. En daar maken we eigenlijk alle producten. Het zijn niet zoveel 8 mensen. Nee, als je kijkt hoeveel jullie aanbieden. Ja. Want jullie doen natuurlijk ontzettend veel nieuws. Sport, maar vooral heel veel nieuws. Dit is wel het jaar, geloof ik, dat iedereen naar mobiel is overgestapt om nooit meer terug te keren naar niet mobiel, zal ik maar zeggen. Wat zien jullie op het gebied van mobiel gebeuren met het publiek van de NOS? We hebben vorig jaar een aantal apps weer ontwikkeld. Dus een NOS-app. Dat is nieuw, toch? Want er is een keer een strategie geweest van wij doen geen apps. Wij doen gewoon HTML5 websites en dan kan iedereen het ook zien. Ja. Wanneer is het besloten om dat toch aan te passen? Ik denk eigenlijk dat het heel erg een en-en-verhaal is. Ik bedoel, je ziet op mobiel zie je niet hele grote stijging van bezoek. Maar het is nog steeds voor een groep mensen interessant. Maar in het veld van de apps, daar zien we gewoon heel grote stijgingen in bereik. En ik heb eigenlijk daarnaar gekeken van wat is slim om te doen. Het is niet of HTML5 of native. Op het moment dat het kan en voor een NOS-app doen we dat ook, alles aan. Dan moet je het eigenlijk alle twee aanbieden. Wat is de app, de meest gedownloade app? Dus neem ik aan gewoon NOS Nieuws. We hebben de NOS-app en we hebben de Teletext-app. En die zijn eigenlijk vergelijkbaar in aantal downloads. Hoeveel zijn dat er? Voor de NOS-app kunnen we het redelijk exact zien, omdat we natuurlijk vorig jaar gestart zijn. En de Teletext-app bestaat al wat langer. Maar we zitten zo in beide apps nu zo rond de 1,5 miljoen downloads. Oh, en voor Teletext zal dat wat meer zijn, omdat we de periode voor vorig jaar eigenlijk niet op die manier meten. En je hebt uiteindelijk ook een aantal verschillende versies gehad. Dus, ja. Maar het gebruik is ook aanzienlijk. Dus, En jullie zorgen er ook voor, niet altijd al helemaal tegelijkertijd, maar je zorgt ervoor dat je op alle platformen beschikbaar bent. Ja. Dat is Android en alles is nu. Zie je daar nou veel verschil? Jullie zijn natuurlijk de grootste meter bijna van Nederland over wat Nederland aan het doen is met die apps. Heel veel iPhones nog steeds of meer? Beetje 50-50 eigenlijk. Ja, 50-50. Interessant dat jullie vanuit dezelfde nieuwsbronnen natuurlijk ook voor connected TV's aanleveren. Want er zijn maar heel weinig partijen in Nederland die daar heel actief op aanwezig zijn. Jullie hebben dat eigenlijk meteen gedaan, volgens mij al 1,5 jaar of zo. Mm-hmm. Is daar een ontwikkeling? Want ik hoor daar altijd zo weinig mensen over. Nou, zit ik toch in het vak, maar nee. Dat is nog niet door heel veel mensen ontdekt of dat het gebruikt wordt. Maar ik probeer altijd verschillende soorten projecten te doen bij de NOS. We hebben projecten die echt gewoon voor bereik zijn. Dus dan is dan de NOS.nl, de NOS-apps, eigenlijk gewoon voor iedereen. Ja. Probeer innovatieve projecten te doen. Dat is eigenlijk meer het Connected TV-app. Dat is niet per se om nou heel groot bereik te creëren, omdat mensen hebben nog niet de boel aangesloten. Er zijn nog onvoldoende content eigenlijk op die platformen om daadwerkelijk die stap te maken om dat te gebruiken als consument. En daarnaast doen we cross-mediale projecten. En dat is eigenlijk heel erg met de televisiemakers. Bijvoorbeeld de inhuldiging van Willem-Alexander. Geef eens een voorbeeld van een cross-mediaal project. Ambitieus cross-mediaal project. De inhuldiging is natuurlijk een hele grote geweest. Ja, daar hebben we eigenlijk op de website een hele interactieve kaart gemaakt. Heel veel met social media gedaan. We hebben bijvoorbeeld een ander mooi cross-mediaal project. Is het beeld van Beatrix, wat we begin van het jaar hebben gemaakt. Waarin er een televisieprogramma was, waarin mensen hun kunstwerk... Ze allemaal hun eigen kunstwerk konden ze insturen. Ging veel verder dan alleen maar een mediadienst. Ze insturen via de website, kon gestemd worden. Uiteindelijk is daar een selectie gemaakt. En zelfs dat is dan ook uiteindelijk weer in een expositie, gewoon een werkelijke expositie tentoongesteld. Dus eigenlijk een heel rondje van televisie, online en de werkelijkheid eigenlijk. Wat is nou het volgende hele grote project
iets bijzonders wat eraan moet komen. Weet je, natuurlijk, jullie weten vrij goed in het jaar wat er allemaal aankomt, wat heel veel aandacht heeft en waar heel veel mensen naar willen kijken. Wat zijn de volgende dingen die eraan komen? Nou, we starten natuurlijk over 2 weken met de Tour de France. Dus daar gaan we veel aandacht weer aan besteden, ook online. Doen weer. Jullie iets heel anders dan de vorige jaren? Komt er iets nieuws bij wat nog niet eerder gedaan is? Ja, we gaan. Het is de 100ste Tour, zeg maar. Het is dus 100 jaar geleden dat de eerste Tour. De 100ste keer dat de Tour gereden wordt. En we gaan 100 fragmenten tonen eigenlijk. Waarop mensen dan weer kunnen stemmen. En zodat we uiteindelijk een top 5 of een top 10 van meest belangrijke items of video items hebben van die Tour van al die jaren terug. Dus dat gaan we allemaal aanbieden. En voor de rest gewoon 50 mensen die omvallen en 50 mensen die zo over de finish gaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar gaan we het een en ander mee doen. En we gaan ook uiteraard gewoon de Tour weer livestreamen op de website. En ook op de Connected TV. En ook in de NOS-apps, dus in de mobiele apps. Ja. Als je nou kijkt naar de toekomst van het medialandschap. Nou ja, dat steeds meer mobiel gaat en dat mensen overal media willen consumeren is wel duidelijk. Maar welke grote andere veranderingen zie jij aankomen? Of waar denk jij dat het naartoe gaat? Nou, je ziet inderdaad al heel veel veranderingen die hebben plaatsgevonden. Je hebt geen tv meer nodig om tv te kunnen kijken. Dus daar zullen we altijd op blijven inspelen, zoals we nu ook de afgelopen tijd hebben gedaan. Lekker de consument, maar ook de omroepen, maar ook de partijen die content aanbieden. Ja, die zullen zich daar steeds op aan blijven passen. Dus ik denk dat dat iets is wat gewoon dat blijft. Er is vandaag gesproken dat er een betaalde variant van uitzending gemist komt voor al die dingen die we nou nog niet kunnen zien. Denken jullie bij de NOS ook na over betaalde apps? Ik bedoel, betaalde onderdelen van het aanbod die heel speciaal zijn en waar je meer kan doen dan alleen wat je nu doet? Nou ja, op dit moment is het zeg maar voor de betaalde versie van de uitzending gemist het heel erg op programma's die nu niet in uitzending gemist kunnen getoond kunnen worden, omdat daar simpelweg de rechten niet voor zijn. Dus dat is de eerste stap. Dus daar zitten wat we vanuit de NOS maken, zit daar niet in. Want daar hebben wij de rechten van. Dus die kunnen we gewoon binnen Uitzending Gemist uitzenden. En ook op onze eigen kanalen, NOS.nl. Dus in die zin nog niet, nee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat de NOS zoveel aanbiedt en zo effectief aan heel veel mensen tegelijkertijd aanbiedt. Dat je niches kan ontwikkelen. Maar jullie blijven in principe voor iedereen in Nederland. Dat is de kern van wat jullie doen. Ja. Sociale media en second screen, wat doen jullie daarmee en waar denk je, wat gaat daarmee gebeuren? Social media zijn we eigenlijk heel actief op de social media die nu relevant zijn, dus Twitter en Facebook. We hebben natuurlijk ontzettend veel materiaal, ontzettend veel content die al gemaakt wordt. En wat we eigenlijk steeds doen is dat enigszins herverpakken om hem dan op het juiste platform op een ander platform weer in de juiste vorm te kunnen brengen. Dus daar is eigenlijk vanuit de redactie zijn we daar heel actief mee bezig. En daar proberen we meer volgers te krijgen, meer fans te krijgen. We zijn gestart met een YouTube-kanaal rondom het Koningshuis. Toen met de inhuldiging hebben we daar gestart. Voor het schaatsen doen we het een en ander. Hebben we het een en ander al gedaan binnen YouTube. Dus daar zijn we eigenlijk op andere platformen eigenlijk onze content aan het verspreiden. Daar zitten mensen namelijk, dus daar wil je ook aanwezig zijn. En daar hopen we dan communities op te bouwen of mensen aan ons te verbinden. Je komt uit de krantenwereld, je hebt lang voor de Telegraaf gewerkt. Ja. Veel van de nieuwsorganisaties, zoals de NOS ook en de Telegraaf ook, zijn natuurlijk allemaal die richting op aan het gaan. Zie jij nog verschil in hoe een omroep en een uitgever omgaan met al die nieuwe mediakanalen? Of is dat eigenlijk, gaat het dezelfde richting op? Nou ja, alle mediabedrijven zien natuurlijk dat medialandschap veranderen. En de consumenten, de kijkers, de gebruikers bewegen daarin. Die gebruiken nu veel meer mogelijk. En wat ik net ook al zei, je hebt geen tv meer nodig om tv te kijken. Je hebt geen krantabonnement meer nodig om op de hoogte te zijn van het nieuws. Dus je zult daar als mediabedrijf in moeten participeren. Wil je relevant blijven? Dus ik denk dat dat iets is wat iedereen zal proberen. Iedereen gaat doen. Ja. Nou ja, niet alleen mediabedrijven, maar ook banken, ook verzekeraars, partijen. Je gaat toch opzoeken waar je klanten zitten, waar je gebruikers zitten, waar je kijkers zitten. Daar zou je iets moeten doen. Okay. Dankjewel. Ja?